deze meegenomen. En ze zijn zo schattig. Kijk. Vervelend ook is die jongen. Moet je lekker anders zoeken. Nou, dat ga ik ook doen. Ik kwam voor deze laarsjes. Hoe vet zijn ze? Ik ga het laten zitten. Ga weg. Bij mij, Jeff, het gaat vliegen. Hij zit op mijn verdieping nu. Daarom is het zo hard. Het is vandaag zaterdag en ik verveel me echt helemaal dood. Ik zit al de hele ochtend te kijken naar alle Snapchats, alle foto's, alle video's, alle filmpjes van de Gay Parade. En ik baal dat ik er zelf niet bij ben, want Bochy moet straks werken. Niet leuk. Oh jongens, hoe vaak ik op dit hoekje van de bank lig. En me dood zitten vervelen, dat komt erg vaak voor. Maar dat maakt niet uit, want ik denk dat iedereen dat wel eens in zijn leven heeft. Zo'n moment dat je denkt, ja, wat gaan we doen? Oké, you know that you have to be here before 12 and you don't have to pay for the standard. But you have to make a minimum spend of 45 euro each person, okay? Yes, that's okay. Okay, and your name is? Wilma Dekker. Wilma. Yeah, Wilma. Okay. Okay, see you in September. Thank you very much. Bye bye. You're welcome. Bye bye. Bye bye. Ja, ik dacht ik ga maar even alvast alles reserveren als ik met mijn moeder daar zit. We zijn wel echt maar met z'n tweetjes daar, maar alsnog. Want die tenten, jongen, dat is echt niet normaal in Ibiza. Straks sta ik daar, dan is het gewoon vol. En ik ga dit keer echt overal naartoe waar ik gewoon nog nooit ben geweest. Dus ik ben benieuwd. En dat ga ik ook lekker met mijn moeder doen. Want wij staan altijd lekker vroeg op. En ik wil ook heel graag naar Formentera toe. Maar ja, daar ga ik even goed over nadenken. Super veel zin in ook, man. Ik kan echt niet wachten. Oké, ik ga nu douchen. Bobby uitlaten en werken. We vervelen ons, dus we gaan maar even pina colada's maken. Lekker. Kokosmelk heb je daarvoor nodig. Ananassap. Kunstjes. Oh ja, en nog iets. Malibu. De belangrijkste vergeet ik. Malibu. Jee. Voilà. Kijk eens, hoe lekker. Pina colada. Die pina colada was niet echt een goed plan. Wow. Ik heb zo'n erg koppijn nu. Het is echt niet normaal. En hij is echt door gaan zetten. Want ik heb 2 migrainepillen genomen. En het helpt echt niet. Hij zet echt door. Oh, en ik heb het altijd echt aan één kant, man. Dus ik moet nu echt zo'n Bobby uitlaten. En dan moet ik echt in een donker licht meteen gaan slapen. Good morning, people. Het is 10:30. En ik werd vanochtend om 9 uur wakker en ik kwam niet meer in slaap door mijn licht in mijn kamer. Dus ik had even besloten om samen met Malou te gaan sporten. Dus ik ben nu onderweg naar gym 3. Wat goed, hè? Gewoon uit mezelf heb ik dit besloten. Yes. En mijn hoofdpijn is weg. Ik heb hem weg kunnen slapen, gelukkig. Super chill. Meestal als ik wel echt naar bed ga, dan is die wel de volgende dag weg. Het gebeurt eigenlijk nooit dat ik er dan echt nog mee wakker word. Nou, dat was een lekker lesje. Ik ben alweer thuis. Ik heb Bobby al uitgelaten. Ik ga even mijn wasjes en zo ordenen. En ja, dan wil ik wel even wat doen. Even wachten op Jeff, want die ligt nog te pitten. Ik vind het zo lullig om wakker te maken, maar... Ik denk dat hij nu wel wakker wordt van al het geluid wat ik maak in dit huis. Kan hij altijd zo goed tegen. Maar het is wel vet laat. Dus hij gaat er maar lekker uit. En dan even kijken. Iets doen. Ik wil echt iets doen. Want ik heb echt geen zin om te gaan niksen vandaag. Dat doe ik al de hele week. Dus vandaag niet. En er zit echt een... Is het nou een wesp of een vlieg? Alsjeblieft laat het een vlieg zijn. Ik heb echt zo'n hekel aan wespen. Het is een vlieg. Kijk. Hij vliegt. Wauw, mooi die wolken, zeg. Wauw. Mooi beeld.
Ik ben gechanged. Nieuwe shirtje van de Zara. Nieuwe broek van de Zara. Kijk hoe schattig met die bloemetjes. Ik heb even mijn Isabels eronder aan. Ik ga even bij het plein straks, want daar gaan we heen. Ga ik even kijken of ik ergens witte All-Stars kan scoren. Want die van mij zijn helemaal afgetrapt. En ik dacht er ineens aan, omdat ik dacht, leuk onder dit outfit witte All-Stars. Maar dat kon dus even niet, want het zag er niet meer uit. Dus ik ga even nieuwe proberen te scoren. We zijn gearriveerd in Pophof. Kelly en Mason zijn ook even gekomen. En kijk eens, dit zijn, even laten zien, geen All-Stars geworden, maar Adidasjes. Want die All-Stars zagen er niet meer zo leuk uit als wat ik in mijn hoofd had. Dus ik heb deze meegenomen. En ze zijn zo schattig. Kijk. Kijk hoe leuk. Samrols. Ze stonden ook super leuk onder deze broek met die bloemetjes. Dus blij mee. Jee. Eet smakelijk. Dank u wel. Deze lekker koffertjes. Zo, we liggen op de bankje hoor. Schat, ze willen echt wat vaker jou zien op mijn vlog. Nee. Echt waar, je mag nu mijn reacties lezen. Anders denken ze echt weer dat je seks tekort komt omdat je te gefrustreerd bent. Maar dat is ook zo. Nee, maar sorry hoor. Wat ik soms voor reacties krijg, jongens, kom op, dit menen jullie toch niet serieus. We kijken damesvoetbal. Ik hoop dat ze gaan winnen, hè? Die dames die kunnen het waarschijnlijk gewoon. Winnen de EK. Jongens krijgen het niet voor elkaar. Loser. De meiden gaan het gewoon doen. Lekker voor je. We zijn toch ook veel beter eigenlijk. In alles zijn we beter. Hallo kanaal, ik heb het echt ontdekt. Ik heb echt een groot kind hier naast me liggen. Vervelend ook is die jongen. Moet je lekker een ander zoeken. Nou, dat ga ik ook doen. Ik ben op zoek naar een ander, dus meld je hier onderaan in mijn reacties. Wie weet, ben jij de gelukkige. Gelukkig niet. Hou op met die hand. Ik heb weer zo'n moe uurtje, jongens. Ik kan wel slapen. Ook dat krijg je erbij? Je krijgt het vol pakket. Nee, oké. Het is nu 5:15. Kel is even naar huis gegaan. We gaan zo naar Vinkeveen toe. En dan gaan we lekker even daar chillen met onze billen, want het is nog best mooi weer. En dan zitten we lekker aan het water. En dan gaan we even ergens wat eten of zo. Ik heb geen idee nog waar. En dat is de planning voor deze zondagavond. Dus tot zo. Nou, kijk eens hoe leuk. Ik trek ze nu gelijk aan. Oké, wij zitten nu in de auto en we rijden nu heel snel langs mijn huis. We waren net in Vinkeveen geweest. We hebben besloten om even bij Sumo wat te gaan eten in de stad. Dus hopen dat ze plek hebben, want het is wel al, hoe laat is het? 9 uur al bijna. Kijken of het nog lukt. Dus, gaat het allemaal op? We zijn omgekleed en kijk eens wat ik aan heb. Mijn Lil Kleine Bad Habit Club trui. Lil Kleine. Met mijn tweelingzus, want die heeft hem ook aan. Dus we moeten straks sowieso even een leuk fotootje maken. En ik heb ook even een andere broek aan gedaan en mijn Vans. Oké. We lopen nu het lijstje op en hopelijk hebben ze nog plek. Het is echt al laat. Hoe laat is het nu? 9:15. Oh, een lekkerste theetje met z'n tweeën. Oh ja, dat kunnen we ook doen. Nieuwe filter. Ja, deze is echt leuk. Kijk je dan. We hebben het gewoon niet gered, dus we zitten nu bij Palladium. En kijk eens wie we tegenkwamen. Ja hoor. Mijn oompie is de best friend. Gezellig. Nu weet ik alleen echt niet wat ik ga eten, want ik had echt sushi in mijn hoofd. Dus ik weet het niet. Hey, daar hebben we een buurman. Hij is hier. Ja. Oh, bij de Jimmy moet je hem zien natuurlijk. Ja, tot zo. Jeffrey wil zo graag mee, maar hij mag niet. Auw, hij gaat er vaak uit zonder mij. Tot zo. Tot zo gewoon weer.
Hey. Niet in je neus zitten. Au. Niet me slaan. Zat kap, kap. Au. Au, stop. Je kilt me. Je moet wel op het knopje drukken, Doja, anders gaan we niet omhoog. Nou, moet jij doen een keertje. Nee, ja. Kijk, dan, Jeffrey heeft een heel groot hart voor mij. Schat, wat is er gebeurd? Laat het nou eens zien een keer ook. Oké, we staan in de lift. Wij gaan. Auw! Hallo, schat. Auw, schat, stop! Stop! Wat is er nou? Auw, ik moet je echt opschijten wat jij nu doet. Doe dat eens gewoon! Oké, wij gaan nu ons huis in. En dan gaan we lekker pitten. En dan zie ik jullie morgen weer. Wat ga je doen? Nou, nee, je gaat echt niet naar de gym. Ja. Doe je vrienden dit? Ja. Nee, man, hij neemt me in de zeik. Kan niet anders. Oké, schatten. Slaap lekker, ik zie jullie morgen. Je ziet helemaal niemand. Oh nee, we gaan weer. Jullie zien mij morgen weer. En morgen. Wat heb ik op de planning staan? Oh ja, ik ga even naar. Oeps. Naar Asaria Couture. Voor laarsjes op te halen. Waar ik heel erg benieuwd naar ben. Die zien er heel mooi uit op Instagram. Dus ik hoop echt dat ze lekker zitten. Want het zijn hakken. Oké. Jullie zien mij morgen. Was dat serieus een scheet? Wat? Nee, bij jou niet. Je liet een scheet. Ja, inderdaad. Ik had nooit scheet voor de camera's. Jawel, je dacht dat die uit was. Een hele goede morgen. Oeh, het is 10:15. Ik was eigenlijk al om 7:30 wakker geworden door de boor. Maar ik ben weer in slaap gevallen. Dus ik was weer echt lekker diep in slaap gevallen. En ik ga er nu ook gelijk uit. Ik ga wel gelijk lekker eten, omkleden. En dan moet ik om 2:00 even in Bad Hoeverdorp zijn. Wat ik gisteren al zei voor die Asaria Couture. En dan, nou, wat is eigenlijk dan? Niks, vanavond werken. Dus, that's the planning. Bob, je loopt al de hele tijd aan je pootjes te likken. Dat is niet goed. Ik ben gechanged. Ik heb even lekker een shirt aan van Jeffrey. Broek van de Sarah en natuurlijk mijn nieuwe schoentjes. Ik heb net trouwens even 5 nieuwe broeken besteld bij de Sarah. Dus ik ben benieuwd. Jeffrey die gaat mee, want die is al klaar met werken. Dus daar wacht ik nu even op. En dan rijden we misschien daar vanuit door. Even naar het strand of zo. Jeffrey wou wat doen. Dus ik ben benieuwd. Hij wordt ineens romantisch, zeg. We gaan met z'n twee op date. Nou, ik kwam voor deze laarsjes. Hoe vet zijn ze? Maar ik kan er gewoon echt niet op lopen. Dus ik vind het echt zonde als ik dat ga kopen. Want ik trek het gewoon niet aan. En nu neem ik deze mee. Kijk hoe leuk. Heel erg blij mee. En dit kan ik ook lekker met festivalletjes aan. Met een jurkje, want dat is helemaal in. En deze neem ik ook mee. Kijk eens hoe leuk. Echt een heel leuk truitje vind ik dit. Jee, blij mee. Mijn date is dit bij Maalder. Bij mijn vriendin Peetje. Mm. Want het strand weer zat er niet echt in. Dus we zijn lekker naar Petra gegaan. Ik zit aan een proteïne shake. Heerlijk. Heerlijk. Ja. Wij zijn back home en ik ga me zo omkleden, want ik moet werken. Kijk, ik heb ook laarsjes van Stef gehad, echt super lief. Die heb ik nog niet laten zien. Kijk, van die biker boots. Hoe cute. Leuk, hè? On my way to work. En even kijken. Ik kreeg net een reactie van iemand. Wil je je camera niet zo bewegen? Je moet er even op letten. Ik zal er ook gaan letten. Maar ik ben ook heel eerlijk dat ik nog steeds geen houder heb gekocht voor in mijn auto. Sorry. Dus de moment in mijn auto met al die hobbels hier tegenwoordig in Amsterdam. En alle vogels die ik hier bijna doodrij. Ben ik best bewegelijk met mijn camera. Sorry daarvoor.
Oké, het is 5 voor 6. En het is lekker benauwd. Dus de mensen zullen op het terras gaan zitten. Nou. Dus gaan we weer eens even lekker werken, jongens. We gaan er weer voor. Oké, guys. Ik ben al klaar. En jullie willen niet weten hoe laat het is. Het is pas 10 uur. En alleen Donnie zit nog aan de bar. Met Jeffrey. Ik ga straks maar een beetje aan mijn vlog werken of zo als ik thuis kom. Want het is toch nog super vroeg. Hummel, het is een hommel. Ja, dat is zo'n marmot. Oh my god, en het beweegt. Ga je het echt weghalen? Nee, ik ga het laten zitten. Ga weg. Ben maar, Jeff, het gaat vliegen. Het gaat vliegen. Oh, hij is hier. Waar? Oh, hij zit op je ding. Niet laten, doe hem buiten. Oh, wij redden echt beesten. Ik zie mezelf in mijn raam. Hi, Boeboe. Jeffrey wil nog even wat broodjes eten. Kijk eens wat ik heb gemaakt voor je schat. Lekker verse witte boterhammetjes. Hoeveel maak je? Dacht je dat ik honger had? Nou, ja toch? En ik heb lekker je limonadetje, schat. Zo. Alsjeblieft. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Ik ga lekker los op mijn dadels. In de taxi. Wow. Bobby gaat kotsen. Shit, Bobby kotst. Geef nog wat. Geef nog eten. Bob, hoezo kots je nou? Eeuw. Dit is echt vies. Bobby heeft gekotst. Hè? Huh? Lekker die dadels. Oh, schat. Oké, ik ga dit kots opruimen en dan ga ik misschien hopelijk nog genieten van mijn dadels. En ik zie jullie morgen. Good night. Good morning, good morning. Good morning to you. Fuck dit geluid. Jongens, serieus, dit heb ik al gewoon vanaf 7:30 ochtend. Fuck man, dit is echt gezellig. Oké. Oké, hoe ga ik mijn vlog kunnen afsluiten? Ik moet echt gaan blaren gewoon. What the fuck, ouwe? Hij zit op mijn verdieping nu, daarom is het zo hard. Stop alsjeblieft 1 seconde. Ik wil mijn vlog afsluiten. Oké, jongens, ik ga het maar gewoon zo doen, want ik weet niet of dit ooit nog gaat stoppen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video weer. Vond je het leuk, doe dan even een duimpje omhoog. Vond je het niet leuk? Later. Ik zie jullie van de week weer. Doei!